We gaan 7 weken dicht en dan moet alles van zijn plaats af en alles weer terug op zijn plaats. Dus we vragen wel heel veel geduld aan de bewoners van Liemden en de omgeving, maar u krijgt er wel een hele mooie winkel voor terug. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. We gaan de winkel heel mooi opknappen. We gaan alles eruit halen wat erin staat, er blijft niks meer staan. En we gaan hem compleet opnieuw inrichten met nieuwe producten en nieuwe spulletjes. Want jij bent de nieuwe, hoe moet ik het noemen? Ik ben een nieuwe ondernemer hier, zeg maar. Dus ik ga hier de boel aansturen en de boel leiden. En zorgen dat de mensen in Liemden voortaan al hun boodschappen hier kunnen halen. En wat kunnen we verwachten van de nieuwe winkel? Er komt meer assortiment in, eigenlijk meer keus, meer lokale producten. We krijgen een slijterij, dus ook voor je sterke drank hoef je niet meer Liemden uit. Liemd moet ik eigenlijk zeggen. Ja, goed ja. Ja, Liemd. We krijgen een broodsnijmachine waarbij je zelf brood kan snijden. Uiteraard krijgen we het postkantoor weer terug. We krijgen een DHL pakketkluis buiten. Eigenlijk verdwijnt er niks, er komen alleen maar dingetjes bij. En ook een modernere indeling, die voldoet aan de normen van tegenwoordig? Ja, we gaan naar energielabel A. Ik denk dat we nu op energielabel F zitten. Dus alles wordt gemoderniseerd. We gaan compleet van het gas af. Er komen nieuwe producten bij. Eigenlijk gaat alles eruit en alles opnieuw erin. Er blijft niks, maar dan ook niks staan. Zeg. Ik heb begrepen dat er nog ook wat asbest in zit hier. Ja, die zit er nog in, die gaat er ook uit. Dus ook die wordt compleet verwijderd. Hele onderneming. Ja, we gaan 7 weken dicht en dan moet alles van zijn plaats af en alles weer terug op zijn plaats. Dus we vragen wel heel veel geduld aan de bewoners van Liemden en de omgeving, maar u krijgt er wel een hele mooie winkel voor terug. Ja, kun je iets over jou vertellen? Want ik heb begrepen dat jij ook uit een familie komt die vroeger met paard en wagen zelfs de boodschappen rondbracht. Nou, je hebt je huiswerk goed gedaan, inderdaad. Mijn opa en oma zijn met paard en wagen begonnen, net als destijds hier de familie Baks. En zo zijn we langzaam naar een SRV-wagen gegroeid en naar een supermarkt. Het is een familiebedrijf, het is altijd van mijn ouders geweest en ik heb dat overgenomen op mijn 20ste. Inmiddels ben ik 39, ik heb twee zoontjes, ik ben getrouwd, ik woon zelf in Waalwijk. En ik ben heel erg benieuwd hoe het in een mooie Liemd zal zijn om als tweede vestiging hier aan de slag te gaan. Heb je al wat Liemdenaren ontmoet? Jawel, her en der heb ik al wat mensen gesproken en iedereen is heel enthousiast. Dus ik hoop dat we het goed waar kunnen maken. Mensen zijn gewoon hartstikke blij. Ja, dat sowieso. Ook dat de voorziening op peil blijft. Ja, er is wel twijfel geweest de afgelopen maanden. Echt, mensen, ik woon ook in Liemden. Mensen dachten, nou, dat gaat hem niet worden. We moeten voortaan naar Boksel of naar Sint-Oederode. Nou, zoals de pandeigenaresse ook al verteld had, het was wel een hele zware bevalling. Ik hoop niet dat ik hem nog een keer moet doen. Maar je krijgt er wel iets heel moois voor terug. Er moesten heel veel dingen besproken worden, heel veel dingen bekeken worden. Er moest naar de veiligheid gekeken worden. Er moest naar de uitvoering, naar de constructie van het dak gekeken worden. Ja, eigenlijk zeg maar alles. Was er nog een punt waarop je twijfelde, dat je dacht van, ik weet niet of ik het moet doen? Ik heb nooit getwijfeld. Ik heb dit altijd een mooie locatie gevonden en al heel lang aangegeven dat ik hem graag wilde hebben. Dus dat geen enkele twijfel. Oké, nou is het 30 april 1 mei. Wat gaat er gebeuren? We gaan 30 april open huis houden. Dan kan iedereen komen kijken onder het genot van een lekkere bitterbal en een biertje of een glaasje cola. Van harte welkom om een boodschapje te doen. En dan de ochtend erop gaan we dan officieel zeg maar open. Nou, en dan is wederom weer iedereen welkom. En dan, wordt er nog een lintje doorgeknipt? Of? Ja, er wordt zeker een lintje doorgeknipt. We zijn nog in gesprek wie dat mag gaan doen. Ik in ieder geval niet, want die eer is niet aan mij. Ik heb de winkel wel, maar uiteindelijk ligt de eer bij mijn medewerkers en bij de klanten die de boodschappen komen doen. Ik stuur de boel aan, maar uiteindelijk ligt de eer natuurlijk bij anderen. Dus ja, wie het lintje doorknipt, weet ik nog niet zeker. Daar zijn we nog over bezig. Dan krijgen we de eerste weken nog mooie aanbiedingen? Ja, er komen mooie aanbiedingen, er wordt huis in huis een folder verspreid, er komt een leuke actie bij waar zeker over gepraat gaat worden, dat beloof ik je. Ik wens je heel veel succes hier in Liemden. Dankjewel.